Het was niet de dag voor Koningsdag, maar 3 juli. En Schouwburg Kunstmin zat niet vol, maar netjes 1,5 meter tussen de huishoudens. Een bijzondere editie van de Lintjesregen dit jaar. We hebben er in Dordrecht toch een zo feestelijk mogelijk moment van kunnen maken. Met gedecoreerden, met mensen in de zaal die hen hebben gesteund of die dierbaar zijn. En dat is natuurlijk wel heel mooi dat dat gewoon toch kan doorgaan in deze tijd. Maar het is wel een beetje onwennig om die koninklijke onderscheiding niet zelf te mogen opprikken. Het was voor het eerst in 8 jaar dat ik burgemeester ben dat dat niet ging. En uiteindelijk hebben de partners en ook de familieleden van de gedecoreerden dat heel goed gedaan. Mijn vrouw vond dat te prachtig en dat is natuurlijk het meest unieke van dit jaar, is dat het gewoon allemaal totaal anders is als alle andere jaren daarvoor. Ja, ja, dat is misschien wel een meer bijzondere editie als anders. Ja, zonder meer. Op 24 april werden 11 Dordtenaren die een lintje zouden ontvangen gebeld door de burgemeester. En 's ochtends werd ik door mijn vrouw weggestuurd van de bank gaat tussen de middag even bellen. Dus zorg dat je in de buurt bent. Ik denk, waarom moet de bank mij bellen? Maar goed, toen kwam dat telefoontje en toen was het... Ja, u spreekt met de burgemeester van Dordrecht. Weet u waarvoor ik bel? Ik zeg, het is binnenkort Koningsdag. En 1 en 1 is 2, dus het zou kunnen zijn dat ik een lintje krijg. Ja, zei hij. Nou, dat was zo. Dus dat was heel erg leuk om zo ontvangen te worden. Maar uiteindelijk stonden er 12 mensen op het podium. Yvonne Hogewoning zat in de zaal en werd tot haar verbazing op het podium geroepen. Ik ben hier naartoe gekomen omdat een goede vriendin van ons een lintje kreeg. Daar was een bijzondere gelegenheid voor aangevraagd, zoals dat heet. Je hebt natuurlijk mensen die tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding krijgen, maar door het jaar heen komt het ook nog wel eens voor. Dat was in dit geval zo. En die hebben we uiteindelijk kunnen samenvoegen, waardoor we haar misschien nog wel extra hebben kunnen verrassen. Ik ben tot ridder benoemd. En voor de verdiensten die ik naast mijn vak als huisarts heb gedaan in de ouderenzorg en in de culturele zorg en een aantal andere activiteiten. Ik ben er erg trots op.